Mijn naam is Daniel. Tadaa. Welkom bij Circus Expert. Vandaag leren we one up, two up. Of columns. Of 1 omhoog, 2 omhoog. Wat voor naam je eraan wil geven. Hiervoor moet je kunnen dubbels. Dus dat een kegel omhoog gaat en 2 hele rondjes draait. En het liefst ook 2 in 1 hand. Anders is dit een goed moment om 2 in 1 hand te oefenen. Bij normale 2 in 1 hand draaien de kegels om elkaar heen. Nu gaan ze naast elkaar in kolommen. En terwijl ik de buitenste kegel gooi, gooi ik er met de andere hand nog een kegel bij. Vanuit cascade gooi je eerst de middelste kegel, dan de 2 andere, dan de middelste weer, terug naar cascade. Dus de middelste komt 2 keer, de buitenste komt 1 keer. Tenzij natuurlijk het patroon continu herhaalt. Het is hierbij mooi als je oplet dat alle kegels recht naar voren wijzen. En niet dat bijvoorbeeld de middelste een klein beetje scheef gaat. Daar wordt het patroon lelijker van. En zo te zien ook moeilijker. Wel kun je een variatie doen waarbij je allebei de buitenste kegels aan de zijkanten als een soort flat front gooit. En met 3 kegels blijft de middelste wel naar voren wijzen. De middelste naar voren, buitenste flat front, middelste naar voren, buitenste flat front, middelste naar voren, terug een cascade. Dat zijn one up, two up of columns of 1 omhoog, 2 omhoog. Succes!